Rond 10 uur vanochtend arriveerde Hare Majesteit bij de sociale werkvoorzieningschap in Nijmegen. Bij Breed werken ruim 2300 mensen met een beperking die aan een baan worden geholpen. Zoals Jos van der Wielen. Spannend. Ja, dat was zeker spannend, ja. Was je niet zenuwachtig? Ja, is iedereen, dacht ik wel een keertje, dat je zenuwachtig wordt. Ook Patrick Kuipers is een van de uitverkorenen om enkele vragen van de koningin te mogen beantwoorden. Ook hij is via Breed inmiddels werkzaam bij een regulier bedrijf. Leuke dame. Zij heeft mij vragen gesteld en ik heb netjes geantwoord, dacht ik. Wat voor vragen? Of ik het leuk vind. En? Ja, uiteraard vind ik het leuk. Ik denk dat ze wel zeer geïnteresseerd is. Ja. Oprechte belangstelling? Absoluut, ja. Zeker. Absoluut. Niemand is te laat. Ook ondernemers met personeel van de sociale werkvoorziening krijgen Maxima te spreken. Ik was niet zenuwachtig, ik heb er ontzettend op verheugd. Ja, ik vond het fijn om iets te mogen vertellen. Het gebeurt zeker niet elke dag, dus als je dan die kans krijgt, dan kun je er maar beter van genieten. En na een uurtje of anderhalf vertrekt koningin Maxima weer.